Donderdag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor de afschaffing van het correctief raadgevend referendum. De minderheid verwoordde het ongeveer zo. Voorzitter, ik draag vandaag mijn begrafenispak. Hans van Mierlo wordt vandaag pas echt begraven. Vandaag is een zwarte dag voor de democratie. Alleen Oost-Duitsland in de DDR-tijd maakte eerder deze antidemocratische ommezwaai. Daar zit ze. Dat is de minister. De sluipmoordenaar van de democratie. Voorzitter, ik draag mijn skelettenonderbroek en ik zit hier in een urn, want de democratie is ritueel afgeslacht. Meneer Baudet, kom uit die urn. Ja, de democratie is vermoord. Godzijdank mogen we over een paar weken weer stemmen, maar tot die tijd is hij morsdood. 5 jaar geleden stemde de Tweede Kamer voor dit nieuwe referendum, waarmee het volk zich kon uitspreken over wetten die al door de Kamer waren. Voor het wetsvoorstel zijn de leden van PVV, 50+, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en de SP. Het wetsvoorstel is aangenomen. Het werd dus ingevoerd in 2015, mede door D66. En donderdag stemde de Tweede Kamer voor afschaffing, waarmee de democratie dus is vermoord. En sinds donderdag is Nederland dus gewoon weer die fascistoïde, dictatoriale politiestaat van 3 jaar geleden. We zijn weer terug in 2015. Je bitch wil chillen, is het geen... Ja. 2015. Je had niks. Het was of dit of de Golden Earring. Daar moest je het mee doen. Je bitch wil chillen, is... Zo was het. Nou, alle regeringspartijen waren afgelopen week voor afschaffing. Maar de meeste kritiek kreeg D66, met voorop dus minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Thierry Baudet, dat is bekend, die heeft grote moeite met deze minister. En dan vooral met haar voornaam. Kajsa. Kajsa. Kajsa Ollongren. Kajsa Ollongren. Kajsa Ollongren. Kajsa Ollongren. Kajsa. Kajsa. Kajsa Ollongren. Dus nu dacht hij voor dit debat, ik moet dat toch een keer goed doen. En vlak voordat hij aan zijn grote betoog begon, stond hij flink te oefenen op de naam Kajsa. Alleen zette de voorzitter de microfoon iets te vroeg aan. Moet je goed opletten. Kajsa. Nee, weer fout. Blijven oefenen, Chori. Moet je voorstellen, dit is meneer quo usque tandem factionem cartellum, die graag vertelt dat hij niet Spengleriaans is angehaucht. En er komt 1 Zweedse mevrouw het kabinet en hij loopt helemaal vast. Nou, net als alle andere regeringspartijen is D66 dus tegen het referendum. En dat zat me toch niet lekker, weet je wel. Dus ik ben de archieven ingedoken. Ik heb allemaal banden opgevraagd bij Beeld en Geluid. En een paar nachten Red Bull drinkend de parlementaire geschiedenis doorgespit. En wie schetst mijn verbazing? Hans van Mierlo. En Tom de Graaf. Daarom willen wij een helder bestuur. En daarom willen wij dat u daar ook op kunt ingrijpen. Door de mogelijkheid van een referendum. Niet alleen maar eens in de 4 jaar naar het stemhokje, maar ook daadwerkelijk kunnen meebeslissen, bijvoorbeeld via het referendum. Dat is voor D66 heel belangrijk. Daar staat D66 voor, daar vecht D66 voor, nu en morgen. Ja, D66 vocht voor het referendum, nu en morgen. 2 hele dagen, het mag wat kosten. Het huidige referendum, waar D66 nu dus tegen is, daar hebben ze zelf voor gestreden. 49 jaar lang. En stel je voor dat je als kind een piratenschip op je verlanglijstje zet en dat je het dan pas 49 jaar later krijgt. Dat je ouders met hun rollators het tuinpad op komen lopen met een groot pakket. Nou, lieverd, pak maar uit. Maar moeder, ik ben 55 en ik werk nu op een afdeling met 20 andere fiscaal juristen. Nou, die zullen wel jaloers zijn. Toch was D66 in 2015 hartstikke blij met dat referendum. Maar dan spoelen we even door naar het heden. Sinds 1 juli kan iedereen die het niet eens is met de nieuwe wet een referendum aanvragen. Kijk op BMW, jongens. Donald Trump is president van de Verenigde Staten. Dirk Bolt van het tv-programma Spoorloos is ontvoerd. Dirk Bolt is weer op vrije voeten. Zondag met Lubach. Kabinet Rutte 3 beëdigd. Oh.
Oh, dat is iets te ver vooruit. Oh. Dit komt allemaal nog. Nee, ik zocht dat stukje over D66 en het referendum van deze maand. D66-minister Kajsa Ollongren verdedigt vanavond een wet in de Tweede Kamer om het raadgevend referendum af te schaffen. Ja, dus in een paar jaar tijd ging het van eindelijk een proef met een referendum tot we schaffen het gewoon weer af, oké? Daar vecht D66 voor afschaffen. Nu en morgen. Sterker nog, gisteren. Want de afschaffing wordt met terugwerkende kracht ingevoerd, zodat een referendum over het referendum niet mogelijk is. Er komt geen referendum over het afschaffen van het raadgevend referendum. De meerderheid van de Tweede Kamer ziet daar niets in. Ja, dus D66 gaat van dé partij die het referendum wilde invoeren naar een partij die nu zegt dat ze eerder al geen referendum wilde ingevoerd hebben gehad. Echt jongen, Tom de Graaf draait zich om in de douche. Maar serieus, wat is er tussen 2015 en 2018 in Van Mierlo's naam gebeurd? Een overtuigend nee bij het referendum over Oekraïne. Meer dan 60% van de kiezers stemde tegen het associatieverdrag met het land. Aha! Daar ligt mijn pen. Ik was hem al kwijt. Er was in 2016 een raadgevend referendum over een associatieverdrag met Oekraïne. Tegenstanders van D66 zeggen nu, ja, hallo, jullie vinden gewoon dat het volk de verkeerde mening heeft gegeven. Maar D66 zelf zegt, nee, we hebben diep respect voor de mening van het volk, maar ze snappen het hele principe van een raadgevend referendum niet. En dat probeert de minister hier aan de mensen uit te leggen. Veel kiezers die rekenen er dan ook op dat er recht wordt gedaan aan die uitspraak. Maar die uitspraak die dwingt alleen maar tot een heroverweging en tot niks anders. En dat is ook mijn overtuiging, heeft geleid tot onbegrip. Onbegrip. Dus je zet een ideeënbus neer en dan op die briefje staat dan wij willen andere koffie. En jij zegt nee, we houden deze koffie. En dan zeggen de mensen dat vinden wij stom. En dan zeg jij jullie snappen niet wat een ideeënbus is, ik haal hem wel weer weg. Oké, dus D66 is nu tegen deze vorm van een referendum. Maar wat willen ze dan? We kijken even naar D66-Kamerlid en woordvoerder Democratische Vernieuwing Rob Jetten. Even goed Rob Jetten, want het is een kort fragment. D66 is nog altijd voorstander van een correctief bindend referendum. Maar daar is op dit moment geen politieke meerderheid voor. Oh ja, oké. D66 wil wel een bindend referendum. Dus dat de regering de referendumuitslag over moet nemen. Dus het volk om advies vragen kan niet, maar het volk dingen laten bepalen wel. Dus wat D66 eigenlijk zegt is, u mag niet met de buschauffeur over de route praten, maar zelf een goede ruk aan het stuur geven is prima. Weet je, eigenlijk zou de rest van de Kamer gewoon om te testen morgen meteen moeten zeggen, oké, wij willen ook allemaal een bindend referendum. En de eerste gaat over de donorwet. Ik ben benieuwd hoe D66, hoe graag ze het dan nog willen. Nou, het is dus niet zo gek dat ook binnen D66 niet iedereen meer snapt waar de partij mee bezig is. Ik vind het nogal opvallend dat een minister van D66-huizen de meest conservatieve argumentatie omarmt van partijen die altijd tegen verandering hebben gestreden. Veel logischer is dan dat je zegt, ja, we gaan repareren wat niet werkt en houden wat goed werkt. Maar nu wordt alles aan de kant gezet zonder dat er een alternatief voor bestaat. Ja. Je had het raadgevend referendum ook nog kunnen aanpassen natuurlijk, zodat het in de toekomst wel beter zou werken. Maar voor de minister was één proef echt genoeg. De proef die er is geweest, die ene keer dat het raadgevend referendum in deze vorm is gehouden, heeft niet een bevredigend resultaat opgeleverd. Ja, help mij eraan herinneren dat ik nooit pannenkoeken ga eten bij minister Ollongren. Jongens, de eerste is mislukt. We kappen ermee. Spoel het beslag maar door de wc. Dit heeft geen zin meer. Daar zit ze. De sluipmoordenaar van de avondmaaltijd. Sorry, relax. Man. Wat doe je hier trouwens? Dus meteen na de eerste proef wilde D66 er alweer mee ophouden. Trouwens, eigenlijk was dit niet de eerste proef. Want toen ik toch in die archieven zat, vond ik dit. Van ver voor de geboorte van D66. Wekenlang heeft Van de Martinikerk in Bolsward de vlag van Europa gewapperd ter gelegenheid van het proefreferendum over de al of niet wenselijkheid van een verenigd Europa. Ja, al in 1952 was er een klein proefreferendum over Europa. De opkomst was enorm en de grote meerderheid was voor een verenigd Europa. Het is wel knap dus dat D66 zijn grootste succes heeft behaald 14 jaar voor zijn eigen oprichting. Maar
Sowieso was dat een heel andere tijd, hè? Moet je bijvoorbeeld eens kijken hoe interviewtjes met willekeurige mensen toegingen. En hoe welbespraakt de gewone man toen was, zonder zijn spontaniteit te verliezen. Het is mijn stellige overtuiging dat een land als Nederland het in de toekomst niet alleen zal kunnen bolwerken. En dat het beslist noodzakelijk is dat wij samenwerken in federatief verband met andere landen van West-Europa. En daarom heb ik ja gestemd. Ik stem ja omdat wij als toekomstige huisvrouwen een grotere welvaart en veiligheid voor onze kinderen mogen verwachten. Ja, dat zal allemaal wel, maar hoe lang staat u al op uw Transavia-vlucht te wachten? Ja, er zijn natuurlijk ook mensen, zoals ik, die nooit fan zijn geweest van het referendum. Zij geloven, net als ik, dat het genoeg is om eens in de 4 jaar tegen 150 mensen te zeggen: jullie mogen het doen namens ons allemaal. Hier heb je een broodtrommel, 150 blauwe stoeltjes. Heel veel succes. Maar of je nou voor het correctief raadgevend referendum was of tegen, ik was tegen, en of je nu boos of blij bent, ik ben op zich blij, feit is dat het referendum ons na 3 jaar gaat verlaten. Bedankt, referendum, voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Jij bracht de glimlach terug op het gezicht van Jan Roos, maar je hebt ook goede dingen gedaan. Dankzij jou weten we dat je Oekraïne moet zeggen en niet de Oekraïne. En we zetten nu bijna altijd de puntjes op de goede letter. Je deed een deel van ons nadenken over dingen waar we de ballen verstand van hebben. Je gaf de boze burger moed. Correctief raadgevend referendum, bedankt. Jij was een initiatiefwet van Boris van der Ham. Jij was een wijs advies dat niet gelegen kwam. Jij was de lievelingswet van Henk en van Thierry. Merci, correctief raadgevend referendum. Jij was de voedingbodem voor mijn mysterie. Jij was het kinderfeestje van de democratie. Jij was het kroonjuweel dat mij opeens verliet. Merci, correctief raadgevend referendum. Merci, dat jij er met terugwerkende kracht niet ben. Vond je dit een leuk filmpje? Gefeliciteerd, dan heb je goede smaak. Blijf lekker hangen. Kijk nog even wat andere video's. En vergeet je niet te abonneren. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.